Marnik, Web Tomorrow, 3/4 op weg. Hoe voel je je? Goed. Ik praat met zeer veel mensen. En ik ben altijd eigenlijk op zoek, als organisator van een evenement zoals dit, ben ik op zoek van wat kunnen we verbeteren. Ik denk dat dat misschien een beetje het aard van een beestje is. Als ondernemer vind ik persoonlijk dat je zelf verplicht bent om, ja, is het een product, een dienst of welk aanbod, dat moet telkens verbeterd worden. Ik ben niet per se op zoek naar een bevestiging van Marnik, dat is goed, wat we zien in ons, het zijn interessante sprekers, hoor ik graag. En als dat waarheid is, des te beter. Maar ik ben vooral op zoek naar verbeterpunten. En voilà, dat geeft mij voeding voor volgend jaar al. Maar momenteel ben ik nog even echt aan het genieten over de editie van vandaag. En allez, ik zie dat het leeft. Want je klinkt redelijk streng nu over wat er beter kan en zo, maar ja. Je geniet wel. Ja, absoluut. Ah, ik zie een twinkeling in je ogen, dus ik heb het idee van wel. Nee, ik geniet zeker aan vast. Ik zie dat het leeft. En nogmaals, een programma zoals vandaag met 15, vooral internationale sprekers, dat is belangrijk. Mensen moeten geïnformeerd worden, mensen willen geïnspireerd worden. Maar voor mij is een conferentie meer dan, laten we een affiche met internationale sprekers op een podium zetten. Goede catering en dergelijke. Ik vind dat networking zeer belangrijk. Wij proberen nu te investeren in wat wij noemen matchmaking. Dus dat de mensen de juiste gesprekken hebben met de juiste mensen rond de juiste onderwerpen. En dan een ondernemer oplossingen vindt voor zijn probleem. Dat de aanbieders van bepaalde services nieuwe klanten kunnen vinden als dat kan. Dus voilà, ja. Het leeft en ik heb er goed gevoel over. Ja. Maar je ziet dat netwerk echt als een belangrijk onderdeel van het event. Ja. En want er is een indrukwekkende affiche, maar je vindt dat eigenlijk net zo belangrijk. Ja, absoluut. Ik vind een evenement is een beetje een totaalbeleving. Mm-hmm. Misschien ga ik een vrij cliché evenement aanreiken, maar Tomorrowland. En voor alle duidelijkheid, de naam Web Tomorrow is niet afgeleid van Tomorrowland, dat is eigenlijk eerder toevallig. Maar Tomorrowland investeert ook heel sterk in die beleving. En ik vind dat een business-to-business evenement dat ook moet doen. Het is meer dan een zaal, sprekers op een podium, zet u neer, luistert er naartoe, dank u wel en ga naar huis. Mensen moeten zich amuseren, mensen moeten goede gesprekken hebben, interessante gesprekken. Een ondernemer die misschien een nieuwe businesspartner vindt, die misschien nieuwe klanten vindt, die misschien op een of andere manier een contact vindt waar dat hij, hoe klein dat ook is, iets mee kan doen. Dat vind ik minstens zo belangrijk. Ik denk dat als iemand naar huis gaat, dat hij vrij snel de sprekers vergeet, was er gezegd geweest, maar hij zal minder snel vergeten, of hij zal, om het anders te formuleren, hij zal langer onthouden welke interessante gesprekken dat hij heeft gehad. En wat hij daar concreet heeft kunnen uithalen. En als organisator vind ik het ten eerste, ik vind mijn passie, maar ik vind ook onze verantwoordelijkheid om dat aspect verder te voeden. Ja. Oké. Als we even kijken inhoudelijk naar die affiche. Web Tomorrow gaat over wat de digitale toekomst ons gaat brengen. Als je zo'n event organiseert. Je hebt daar ongetwijfeld zelf ook over nagedacht. Welke visie heb jij op hoe bedrijven met die digitale toekomst moeten omgaan? Dat is een zeer goede vraag. Het is tegelijkertijd een vraag die waar we het volgende uur nog over kunnen doorpraten. Het zijn er ook zeer veel antwoorden op. Hetgeen dat mij het meest intrigeert is van businessmodellen die verstoord worden. Enerzijds, anderzijds bedrijven die in een bepaalde transformatie zitten. Dat is niet hetzelfde. Een businessmodel die verstoord wordt is een vrij klassieke aanpak die al jaren, tientallen jaren bestaat. En die eigenlijk door soms een paar jonge gasten die met technologie aan het experimenteren zijn, die ergens een probleem zien en dat proberen op te lossen. En op een paar jaar tijd er eigenlijk globaal groot mee worden. En we kennen ze, de Airbnb's en de Uber's van deze wereld. Die verstoren zeer klassieke markten. Soms ten voordele van de maatschappij, vind ik dan op dat moment fantastisch. Google bijvoorbeeld heeft de advertentiemarkt gedemocratiseerd sinds pakweg 12,
12 jaar ongeveer, 12, 15 jaar misschien. Die hebben de advertentiemarkt gedemocratiseerd, waarbij dat een kleine ondernemer die een bedrijf heeft, of een klein bedrijf heeft, en die niet de grote budgetten heeft om te adverteren op televisie, in print of op radio, vanaf zijn computer, van achter zijn zetel, op een goedkope manier kan gaan adverteren. Dus dat vind ik fantastisch. Ja. Klopt. Zo'n businessmodel. Maar de andere kant is, hè, je zegt Google heeft dat gedemocratiseerd. Er zijn natuurlijk ook al geluiden van Google monopoliseert dat. Ongetwijfeld. Dat zal ook waarschijnlijk te maken hebben omdat ze dan ook zo goed zijn. Ik heb persoonlijk niet zo'n groot probleem met het feit dat er gemonopoliseerd wordt. Zolang dat het systeem en die oplossing en alles wat er rondhangt, zolang dat goed blijft werken en dat de maatschappij of ondernemers in dit geval daarmee gebaat gaan. Maar ik, om op uw vraag te beantwoorden, ben vooral aan het kijken naar welke businessmodellen worden verstoord. En dan in iets minder mate naar grote bedrijven die heel die digitale ontwikkeling voelen afkomen en die de hete adem in de nek voelen en die moeten bewegen. Uber heeft bijvoorbeeld wereldwijd, maar heel sterk in België ook, de taximarkt verstoord. Die taximarkt die moet bewegen op een of andere manier. Die zijn er op zich niet zo gelukkig mee. Vind ik op zich wel leuk om te zien. En daar ben ik vooral mee bezig. En ik zie een aantal punten eigenlijk waar er nog te weinig, waar dat bedrijf nog te weinig mee bezig zijn. Ja. Ik zie een aantal. Daar wou ik net eigenlijk op inpikken ook. Want de talk van Robin Wouters over dat de digitale toekomst is eigenlijk nu. Hij is eigenlijk al gaande. We zijn hem eigenlijk zelf aan het schrijven. Ja, absoluut. Die bedrijven die disrupt worden en die in transformatie zitten. Hoe zouden die volgens jou daarop moeten reageren? Nu eerst en vooral, ik geloof niet in een soort van een vaste regel die voor elk bedrijf, jong, oud, groot, klein, van toepassing is. Maar wat ik wel merk is dat dan typisch Vlaanderen of België, dat weet ik niet. Ik vermoed wel een klein stukje. Maar algemeen in Europa zijn we nog in een veel te veel in een afwachtende houding. We laten het op ons afkomen en wanneer beweegt de markt? Hey, we zijn er straks iets over de taximarkt in Brussel. Als die echt voelen, het wordt hoogdringend tijd. Het is niet 5 voor 12, maar het is dikwijls al 5 na 12. En dan beginnen ze in actie te komen. Dus ik vind dat bedrijven in de eerste instantie moeten investeren in kennis. Dat is trouwens één van de redenen waarom wij WebTomorrow organiseren. Omdat we een kennis- en inspiratieoverdracht willen doen van mensen die middenin heel die digitale evolutie staan, die het meemaken. Die met die business cases bezig zijn. Ja. Dus één, ze moeten investeren, vind ik, in kennis. Twee, ze moeten zeer duidelijk investeren in mensen. Alexander De Croo van morgen, die zei, en hij duidt dat blijkbaar aan met bepaalde studies, dat er verschillende jobs overbodig gaan worden en dat die ingepikt worden door nieuwe functies. Ja. Ja, klopt. Dus voor elke 2 jobs die er weg gaan, komen er 5 nieuwe terug. Voilà, dat waren exact zijn cijfers. Ik ben heel benieuwd trouwens naar zijn studie, daaromtrent. Maar dat betekent ook dat bedrijven, omwille van dat die maatschappij verandert, omdat die gedigitaliseerd wordt, omdat het gedrag van de markt verandert en hoe dat brands en merken het gedrag van hun klanten verandert, die bedrijven die moeten bewegen. En een tweede wat ik zie dat ze moeten investeren, dat is natuurlijk mensen. Ze hebben slimme mensen nodig, mensen die mee zijn met de technologie, die experimenteren met zaken, die zaken kunnen realiseren. En dat is ook dikwijls moeilijk voor bedrijven, want ze hebben een andere cultuur, ze hebben een bepaalde manier van werken, die vrij lineair is, die vrij vast is, die al jarenlang bestaat. En ergens is het wel begrijpelijk dat heel veel bedrijven een beetje bang zijn om te veranderen. Maar toch een aantal bedrijven, sectoren, waar dat ook echt wel nodig is. Ja. En ze moeten dus investeren in die mensen. En toegegeven, als een bedrijf begint te investeren in mensen, dat is ook dikwijls een change van de cultuur intern. Grote bedrijven proberen dat dan op te vangen door te participeren in start-ups, die cultuur binnen te brengen in hun huidige klassieke cultuur, of bepaalde start-ups over te nemen en dergelijke meer. Bij sommigen lukt dat,
Bij sommige bedrijven die zoiets doen, lukt dat, bij anderen iets minder. Naar gelang het management en hun aanpak. Een derde die ik zie is dikwijls ook een businessmodel. Als je bekijkt Omar Mohout heeft het ook verteld vanmorgen, dat Airbnb de tweede grootste, de grootste is dan Hilton, maar de tweede grootste aanbieder is van kamerverhuur wereldwijd. Ze hebben meer dan 500.000 kamers in de verhuur, veel meer dan de grote klassieke hotelketens zoals Ibis, Accor, Holiday Inn en dergelijke meer. Die zijn veel groter. En toch hebben ze dat gerealiseerd op pakweg een 6-7 jaar tijd. En hebben ze dat ook gerealiseerd zonder één kamer in eigendom te hebben. Mm-hmm. Door vooral met technologie te werken, in te spelen op die peer-to-peer economie, die behoefte van wat er leeft. En ik hoor letterlijk van een vriend van mij, die is op reis geweest en hij zegt van voor hetzelfde geld of misschien ietsjes meer, maar niet veel, of soms zelfs iets minder zelfs, zit ik in een grote villa. Voor een week heb ik daar een heel andere beleving. Dus ja, het draagt wel degelijk bij tot die maatschappij. Dus bedrijven, als ze zoiets zien, moeten ook investeren of op zijn minst gaan nadenken in wat wordt ons businessmodel. Sommige bedrijven moeten zichzelf gaan beginnen afvragen van ja, gaan wij wel nog überhaupt bestaan in de komende paar jaar? Of gaat ons businessmodel tenminste nog blijven bestaan? En dat kennis en inzicht is iets wat je sowieso aanbiedt via de website van Bluvi. En is het evenement Web Tomorrow dan, dat is daaruit ontstaan, als ik het goed begrijp? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat we, ik mag onszelf absoluut geen disruptor noemen, dat zou niet eerlijk zijn. Maar wat ik wel voel, dat we een aantal gevestigde waardes die evenementen voor de digitale sector of voor marketingmensen organiseren, dat die het minder en minder goed doen. Ook daarom dat die een hele klassieke manier hanteren die jarenlang goed heeft gewerkt. En wij, kun je iets specifiek benoemen? Ik ga er geen naam op kleven, in de zin van geen naam van een organisatie of van een evenement. Maar hetgeen dat wij anders doen, wel omwille van het feit dat wij elke dag met content bezig zijn op Bluvi, en zijn wij worden ook elke dag geïnspireerd wat wij zelf zien bewegen op het internet. Wij schrijven daar content over en wij weten ondertussen ook al van welke content leeft, welke content wordt gelezen, welke content wordt geshared. Content, dat is het hart van Bluvi. Maar vanuit het feit wat we zien, wat die digitale trends zijn, dat vertalen we naar een evenement. En dat is compleet anders dan te zeggen van oké, laat ons het zoveelste zoekmachine marketing evenement doen. Heeft Bluvi ook gedaan, tot over 2-3 jaar geleden, maar doen we vandaag niet meer. Bijvoorbeeld op 2 juni organiseren we Conversion Day, vorig jaar voor de eerste keer. Er zijn zoveel partijen die kleinere en grote digitale marketing sessies organiseren. En we hebben gezien van oké, en dat komt ook door mijn verleden, van in online marketing, waar draait het om? En het draait rond conversie. Vandaar de naam Conversion Day. En elke spreker is ook verplicht om zijn verhaal rond het thema conversie daarop aan te passen. Web Tomorrow, idem. Ik zou er nog liefst een stuk verder in gaan wat dat betreft type sprekers. Maar goed, we moeten altijd een beetje budgetten en dergelijke gaan afwegen. Maar in ieder geval, de sprekers die we uitnodigen zijn zo goed als 100% gebaseerd op van wat vinden wij, omdat we er zelf een goede voeling mee hebben, wat vinden wij? En wat denken wij dat de markt qua sprekers dan graag op het podium zou zien? Plus, wij toetsen dat ook af. Wij vragen letterlijk aan onze community van kan je namen, kan je topics, kan je thema's die je graag op Web Tomorrow zou zien? En een aantal van die sprekers, Aral Balkan is er één van, komt letterlijk vanuit die community. Iemand die we misschien in deze instantie niet zelf zouden uitnodigen, maar ik vind dat wij moeten luisteren naar wat er gezegd wordt. En we hebben niet iedereen aangesproken wat we gehoord hebben, maar wij pikken dan die dingen uit die naar ons gevoel een match zijn met het concept. En zo wordt Web Tomorrow gevormd. Ja. En er zijn hier 700 mensen ongeveer, iets meer zelfs. Ja. Je zegt veel marketing. Is dat, wat voor mensen zijn hier nog en wat voor soort bedrijven? Er zijn hier vandaag veel marketingmensen.
Mm-hmm. Komt ook omdat dat ons contact is op de markt en onze community. Maar ik wil wel onderstrepen dat Web2Morrow, het programma vandaag, niet louter marketing is. Integendeel. Mm-hmm. Ik denk dat wij van de 15 slechts 3 mensen hebben. Misschien 4, als ik Rave Offer met zijn community erbij bijtel. Omdat wij 3-4 sprekers hebben die louter over marketing vertellen. Het meeste ging eigenlijk over, hoe zou ik noemen, change management. Ja, absoluut. En ik loop echt warm van de speech van Jurie van Heest, Exponential Organizations. Ja. Als ondernemer, dat intrigeert mij enorm. Ik heb zijn boek gelezen. Ik ben ook principes aan het toepassen. Vind ik belangrijk. We zijn binnen Bluevee, bedoel je? Binnen Bluevee, absoluut. Zijn we aan het testen met, hij noemt het OKR's. Dat zijn Objectives and Key Results. En zelfs het hele team, ik heb dat volledig voorbereid. En zelfs het hele team is daar zeer enthousiast over. En dat maakt de dingen zeer concreet. We spelen daarmee zeer kort op de bal. We creëren een soort van... eigenlijk was dat wel aanwezig hoor, maar goed. We proberen dat nu daardoor verder te stimuleren. We creëren een soort van een result-driven organisatie te worden. Maar wat ik daar nu net goed aan vind, aan die objectives en key results, is dat er nu een focus is op die objectieven. Terwijl we die vroeger KPIs noemden, die leefden zo wat in een documentje op de achtergrond, werd er te weinig naartoe gekeken, leefde wel in ieder in zijn hoofd. En omwille van het feit dat wij een klein team zijn, wordt er elke dag gecommuniceerd. Dus we hebben geen meetings, of zelfs heel weinig meetings nodig. Maar goed, als organisatie groeit wat, ook met externe mensen waar we mee samenwerken groeien wat. En wil ik ook hebben dat die focus behouden blijft om de juiste objectieven na te streven. En die key results zijn een beetje het afmeten van, zijn we goed bezig? En zijn we onze objectieven concreet aan het bereiken? Dus ik vind, Exponential Organizations... zeer boeiend. Inspirerend, ja. En welke mensen zijn aanwezig, was jouw vraag. Ik heb even gekeken naar die iets meer dan 700 mensen, wat voor de profielen. En we hebben gezien dat ongeveer een derde qua functie dan een C-level functie heeft. Of gelijkaardig, dat voor niet altijd qua benaming, maar ergens een zeer verantwoordelijke functie heeft, ondernemer is. Veel CEO's, veel managing directors, veel managing partners. Veel marketingdirecteuren. We zien ook dat, ik vermoed 50-60, maar zeker meer dan 50% beslissingsbevoegdheid heeft. En dat doet mij plezier dat die mensen de weg vinden naar Web2Morrow. En dat doet mij ook plezier dat we dan ook goede mensen hebben. Dus straks sprak ik over het matchmaking profiel, het netwerken, mensen die elkaar moeten vinden. En dat lukt. Zo kun je iets bijdragen. Hè? Ja. We hebben natuurlijk ook verschillende start-ups. Daarom dat we hebben nu voor de eerste keer samengewerkt met Startat KBC, met Telenet ID Labs en met een aantal start-ups individueel. Dus die zijn hier ook ruimschoots aanwezig. Past perfect in het concept van Web2Morrow. En voilà. Mooi. Om af te ronden. Je zei het in het begin eigenlijk al, je vraagt veel feedback aan mensen, je bent aan het kijken wat er beter zou worden. Je zei zelfs dat er al dingen bij je leven. Ik hoor eigenlijk, er komt een Web2Morrow 2 in 2016. Wat dat mij betreft wel, ja. Uh-huh. Ik ben nu al bezig om het concept verder vorm te geven voor 2016. We hebben toch een gezonde ambitie om van Web2Morrow het leading event te maken van zijn soort in België. Ik vind ook dat België dat nodig heeft. Er zijn zeer veel topconferenties in Europa of wereldwijd, maar dan moet je er effectief een aantal dagen voor uittrekken, naar het buitenland gaan. Dus qua tijd, qua kosten heeft dat toch nog wel een bepaalde impact. Niet voor iedereen weggelegd. En ik vind dat nogmaals dat we op dat vlak in België nog een beetje een tekort hebben. Dus ik ben dat concept voorlopig in mijn hoofd aan het upgraden. Misschien niet meer te herkennen met dit jaar. Wil ik verder ook vergroten en verder uitbouwen. En bedoel je dan vergroten meer mensen of meer dagen? Of? Misschien meer dagen, alhoewel dat ik dat vroeg vind om dat vandaag op te antwoorden. Ik zou voorlopig willen starten met gewoon één dag, maar dat zie ik wel in de loop van het jaar.
ja, meer mensen, absoluut. We willen nog meer mensen gaan samenbrengen. Maar niet alleen meer mensen samenbrengen. Voor mij is het niet alleen over van... we zijn erin geslaagd als organisatie om van 720, ik zou graag verdubbelen volgend jaar, naar ongeveer een pakweg een 12 à 1500 mensen. En los van het feit dat wel een leuke voldoening zou zijn, vind ik het nogmaals belangrijk dat die sector gewoon samenkomt. Wij gaan er ook voor zorgen om nog meer sprekers op het podium te zetten. We gaan dat verder onderverdelen in subthema's. Dat specifieke niches zich aangesproken voelen. En uiteraard gaan we nu luisteren naar de tevredenheids... naar de enquêteformulier, naar die tevredenheid. Daar hechten we heel veel belang aan. Welke feedback krijgen we daar? En voilà, de komende weken, maanden krijgt dat vorm. En we gaan er vrij vroeg mee starten om de editie 2016 in de markt te communiceren. Ja. Oké, kijk er naar uit. Ja. Dankjewel voor het gesprek.